Hoi allemaal, kom je even met me meekijken waar we op dit moment zijn? Als je achter me kijkt, dan zie je het goed, ja. We zijn in het westen van Suriname en wel te Apura. De president van de Republiek Suriname heeft een bezoek gebracht aan dit gebied. Hij heeft gesprekken gevoerd met verschillende organisaties en verschillende actoren. Wij van het Nationaal Informatie Instituut die zijn ook in het westen van het land en brengen u het volgende verslag. Nou, we zijn heel blij met dit gesprek. Het is heel vruchtbaar geweest. We hebben gesproken over de knelpunten en bepaalde problemen waren niet zo groot als wij dachten. Het was meer om er even over te praten. En dan, we hebben goede afspraken gemaakt. De DC is ook nieuw en we moeten vaker met haar communiceren. En we hebben heel wat toezeggingen gekregen van de president. De president heeft gebeld met iemand voor ons en die persoon zei van dat Baitalis in september zou beginnen met het asfalteren van de weg. Maar hij vroeg aan die persoon als het niet eerder gedaan zou kunnen worden. En uiteindelijk heeft die persoon gezegd, ik denk dat het iemand van Baitali moet zijn. En die persoon heeft gezegd van dat ze zeer binnenkort gaan beginnen met het alvast het brengen van basecours of het verhogen van die weg. En alvast daarmee gaan ze beginnen en in september gaan ze dan echt het project gaan afronden. Dus men hoeft zich geen zorgen meer te maken daarover? Helemaal niet, we zijn heel blij daarmee. Okay. Welke andere punten zijn er nog meer aangehaald om de ontwikkeling van Apura Washabo section te verhogen? Kleine ondernemerschap, huizenbouwproject. En het stimuleren van landbouwprojecten en ook toerisme. Want onze motto is eigenlijk, geef ons de tools en dan gaan wij het werk doen. Ja, om ook iets te doen. We hebben gesproken over een Lucas Mail, weet je, dat we zelf kunnen zagen. En bijvoorbeeld ook woningen op te zetten. En de dorpzalen aan te pakken, want onze dorpzalen zijn bouwvallig. En we moeten het samen gaan aanpakken. Zo ook dat Baitali ook hier is, er gaan zoveel grondstoffen weg. Maar dat de weg nu geasfalteerd gaat worden is heel goed. Het heeft een goed gevoel gegeven, omdat we jarenlang wachten eigenlijk op zo'n initiatief. En we zijn heel blij. Het is heel goed dat de president is gekomen om persoonlijk met ons te praten. Dat stellen we zeer op prijs. En we hebben goede afspraken gemaakt. Hoe tak zo net mijn president en ontvang u mooi, netjes. En dat me vier bong. Want dat na een stapje we streven voor met president. Want u probleem ja. En hoe vindt dat go leg het probleem uit naar president? Met carrière is dat het probleem dat ik nu, like vrouw van West-Suriname. En dat u bezig met een krappe project. En want toen lezen we vast dat u echt zo'n CP moet gaan en zo moet doen. En die idee, hoe vindt president naar u minder? Dus u leg het probleem voor naar een. En ik beloof dat ik ook heb. Dus we willen naar zo'n zee ook heb. En ja, dat we streven. Want de vrouwen van Suriname met krappe olie. Maar een afzet nog daar, lijkt van hoe we denken. Want voor ons maar zoeken krappe olie, maar een money is nog een paar. Dus ik rook dat voor mijn krappe olie trangen. Maar toch weet ik dat ik het verdwijnt voor mijn want ik vind dat ik drap in mijn money. En ja, zo we motiveer de vrouw voor mijn krappe olie. Dat ik kan zeer voor mijn money. Want voor de problemen na afzet, samen vrouw Leeuwen stak zo net. Moren probleem is dat de vrouwen abja in het gebied? Ja, boem voor een probleem. Ja, want toen vrouwen er ook toe. En voor oppas en dat u legt president uit dat u de bezig naar een crash toe. Want crash bij de vrouw te de goroko dat je kan de veilig naar een crash. Dat wil ik vrouw organisatie. Ik go om naar de soort sandati voor luku demching voor luku mogelijkheid voor ook je de vrouwen voor kon naar een money toe. Want eigenlijk
ja san konso diri dat ineko uit na nga yung money. Dus im gudu extra one bay job fu kona amoni. Alle hu uit wa san tak du so snel mogelijk fu yep uno dat aka luku wa gebou sa dekan ka renover da voorlopig aka yep uno na nga dati. Want heel snel u kies de machines, maar dus uno sap so se safa umbegin fu pa de machines. Maar echu abon wa gebou hard nodig voor de machines nu. Binnen 2 maanden am de gereed voor de machines. Dus presta en tegen het tak oké, ik wil ook wel zo snel mogelijk voor je punten aan gaan wat de adesofara. A vrouwenorganisatie dit tevreden aan gaan zijn president die stegen uno? Niet helemaal, maar if president dat je tak al je pie dat u ababribi ete tak ago je pie. We kunnen wel zeggen, het is naar tevredenheid gegaan. Dat wat wij naar voren hebben gebracht, de president heeft toch antwoord kunnen geven daarop. We zijn er toch wel tevreden mee. Ik hoop dat dat wat hij heeft beloofd, waaraan er gewerkt zou worden, dat het werkelijk in vervulling komt. Echt. Zoals de velden. We hebben niet een specifieke veld voor volleybal. Niet voor cricket, niet voor voetbal en ook voor de denksporten. We hebben hem gevraagd naar locaties en daar zou hij aan werken. Wij moeten wel werken aan onze rechtpersoonlijkheid, zodat het vlotter verloopt. Naar materiaal, naar arbitrage en EHBO-trainingen. Dus al die dingen. Dus dat hebben we gevraagd en daar heeft hij allemaal antwoord op gegeven. We zijn er echt opgelucht van. Nou, toevallig heb ik begrepen dat er hier 3 dames voetbalploegen zijn. Hoe staat het met hun? Ja, zij zijn ook opgenomen in onze competitie. Het gaat voorlopig heel goed. Ik ben zeer trots op de dames. Heel trots. Want ik denk niet dat er in andere inheemse dorpen in Suriname een damescompetitie wordt gehouden. Ik ben zeer trots en het gaat nu toch nog goed voorlopig en ik hoop dat het zo blijft. Zijn er ook andere sporten waaraan er verenigingen van dames zijn gerelateerd? Bij de volleybal is het mix. Bij de cricket hebben we ook dames en heren. En bij de domino dan doen we ook mix, want het animo is niet zo groot bij de dames zelf. We hebben dames en heren, dus alles is gewoon mix. Het enige waar we dames en heren apart hebben, dat is de voetbal. Los van de accommodatie, dat hebben jullie net aangehaald bij de president en heeft ook gelijk antwoord daarop gegeven. Hoe spelen jullie het al met al klaar om toch nog sportleven staande te houden in West-Suriname? Dat gaat door contributie, een heel klein beetje. En die spenderen we eigenlijk aan vracht en het materiaal dat we zelf moeten dingen. En wanneer het gaat om prijzen, zitten we gewoon lobbywerk te doen hier en daar. Vragen naar sponsoren. En met onze eigen middelen lukt het eigenlijk niet zo vlot. Maar we doen ons best.